Bij de aanleg van de buitenring gaan we op zoek naar sporen van Limburgers uit een ver verleden. Voordat we beginnen met graven doen we eerst archeologisch onderzoek. We zijn hier op de Hamstraat in Kerkrade. Ivo, jullie zijn bezig met onderzoek. Hoe begint zo'n archeologisch onderzoek? Archeologisch onderzoek begint in eerste instantie met een bureauonderzoek. Dus dan kijk je op basis van vondsten die in de omgeving gedaan zijn, waar de gemeente in kaart heeft gebracht, naar gebieden die archeologisch interessant kunnen zijn. En dat is hier voor het tracé voor de buitenring, is dat dan ook bepaald voor deze locatie. En die was dus archeologisch interessant genoeg. En vandaar dat we hier nou proefsleuvelonderzoek doen. We staan hier in zo'n proefsleuf. Hoe beginnen jullie precies? In eerste instantie kijken we waar kabels en leidingen liggen, zodat we veilig kunnen werken. Vervolgens graven we eigenlijk een diep gat in de grond om te kijken hoe de bodem opgebouwd is. Omdat op een bepaald niveau de archeologische resten tevoorschijn kunnen komen. En dat zie je nou hier ook in deze proefsleuf. Dus op het niveau waarop archeologie aanwezig kan zijn, leggen we een vlak aan, een horizontaal vlak aan, waar we op zoek gaan naar bodemverkleuringen. Je kunt het hier eigenlijk zien. Dan heb je een, je ziet hier een bruin eigenlijk goed een oorspronkelijk bodemprofiel. En hier zit eigenlijk een lichte cirkel omheen die afwijkt van het natuurlijke bodemprofiel. En in dit geval gaat het om een boomwortel of een andere wortel die hier de bodem in is komen zetten. En die is nou helemaal duidelijk zichtbaar. Maar dat is in principe wat we met archeologie of met archeologisch onderzoek de hele tijd doen. Op zoek naar bodemverkleuringen en vervolgens kijken we of dat natuurlijk is of menselijk. En stel je vindt nu iets wat archeologisch interessant is, ligt dan de bouw van de weg stil of waar moet ik dan aan denken? Nee, in principe niet. Want we gaan het eerst onderzoeken. Dan wordt er samen met het bevoegd gezag en de opdrachtgever besproken wat er nou precies ligt, wat er daarmee kan gebeuren. En in principe wordt het of op de plek zelf behouden, of we graven het op en waarschijnlijk voor het tracé van de buitenring zal het worden opgegraven en netjes bewaard en gedocumenteerd en hopelijk misschien zelfs in een museum terechtkomen. En hebben jullie al iets interessants gevonden? We zijn vandaag pas begonnen en helaas nog niks gevonden, hier in ieder geval. Maar ja, we hebben pas 2 van de 10 sleuven gegraven, dus we hopen dat het er nog wel wat moois tevoorschijn gaat komen. Bruggen, viaducten en andere kunstwerken zijn straks beeldbepalende elementen van de buitenring. Het ontwerp hiervan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een speciaal samengestelde gemeenschappelijke welstandscommissie buigt zich over de vraag of straks alles wel mooi past in het landschap. Marieke, wat doet een welstandscommissie bij de aanleg van een weg? Belangrijk bij deze weg is in ieder geval dat er geprobeerd is om alle kunstwerken, zoals wij dat noemen, alle bruggen, viaducten en geluidsschermen, familie van elkaar te laten zijn. Dat is vastgesteld in het programma van eisen, wat meegegeven is eigenlijk aan de aannemer. Zij hebben een architectonische uitgangspunten geformuleerd. En daar staat bijvoorbeeld in hoe alle randelementen, zoals wij dat noemen, die de overspanning markeren, hoe die eruit zien. En dat is verschillend, bijvoorbeeld voor ja, hoe breder een weg is, hoe dikker de balklaag is. En hoe krijg je daar toch een samenhang tussen? Hoe zorg je dat ze allemaal op elkaar lijken, dus familie van elkaar zijn, zonder dat er ook maar eentje hetzelfde is? Oké. En de weg loopt door 7 gemeenten. Hoe heeft dat invloed op de samenstelling van zo'n commissie? Vanuit de provincie is al in 2007 een gemeenschappelijke commissie samengesteld, waarbij aan alle gemeenten is gevraagd om iemand van hun lokale welstandscommissie af te vaardigen. En die neemt dus ook plaats in die gemeenschappelijke welstandscommissie en vertegenwoordigt daarmee ook de welstandscommissie van die gemeente. Nou, hier liggen een aantal voorbeelden van beeldbepalende elementen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, wat je ziet waarbij de buitenring voor gekozen is, is dat voor alle kunstwerken liggen dezelfde randelementen, dus met een horizontale belijning. En daarop staan verticale hekwerken in wit. Er zitten ook verschillen in of je onder de buitenring doorgaat of over de buitenring heen rijdt. En dat zal straks zal dat zich moeten bewijzen. Wat je ook ziet is bij de geluidsschermen. Er zijn transparante geluidsschermen en er zijn dichte geluidsschermen en lage en hoge schermen.
En daarbij is het natuurlijk heel belangrijk, als je een laag scherm hebt, dan ervaar je die nauwelijks vanaf de weg niet, maar ook juist vanuit de omgeving niet. Maar als die hoger wordt, moet je ook heel goed kijken naar wat daarachter gebeurt, want daar wonen de mensen en daar wordt ook tegen aangekeken. Dan zie je eigenlijk op deze zie je dat er met een taluut wordt gewerkt, zodat je hier aan die achterkant kan komen, maar dat je niet op de weg kan vallen. Daar zijn dus allerlei maatregelen voor nodig en daar kijken we als welstandscommissie naar. De volgende keer gaan we kijken hoe de Hamstraat in Kerkrade verandert in de buitenring. Wilt u meer weten over Buitenring Parkstad Limburg of oude afleveringen terugkijken? Kijk dan op onze website. Tot over 2 weken.